Op de Radboud Universiteit in Nijmegen was er vandaag ook weer een herdenking, namelijk van generaal Gavin en de 82e Airborne Divisie. Hiervoor werden bloemen uitgedeeld met een bijzondere boodschap en er kwamen Amerikaanse militairen langs om voor de burgemeester een optreden voor te dragen. In het studiecentrum Radboud UMC kwamen de burgemeester van Nijmegen en Amerikaanse militairen samen om de generaal Gavin en de 82e Airborne Divisie te herdenken. Deze militairen hebben meegeholpen met de wederopbouw van Nijmegen na de Tweede Wereldoorlog. Ja, Market Garden en de ellende die het heeft teweeggebracht, maar tegelijk ook de bevrijding van Nijmegen op 20 september, is tot op de dag vandaag van immense betekenis. Deze dagen van herdenken, wat 80 jaar geleden is gebeurd, staan we ook stil bij wat met name de Amerikaanse soldaten van de 82e Luchtlandingsdivisie, de 82e, hebben betekend. Zij hebben in de strijd om onze stad te bevrijden ook ongeveer 800 levens verloren. De generaal van die Amerikanen, James Gavin, General James Gavin, die was zo geraakt door de ellende hier in Nijmegen dat hij zich erachter heeft gezet. En onder andere geldt voor wat later weer de medische faculteit is geworden. Dus zo zie je hoe er historisch ook banden zijn waar we tot op de dag van profijt natuurlijk van hebben. Want ja, wie zou zich in Nijmegen zonder universiteit kunnen voorstellen? Nou ja, er was wel veel kapot, ook qua universiteit. Dus ook zij hadden steun nodig om weer een nieuwe toekomst in te slaan, de draad op te pakken. Naast dat er op de bijeenkomst militairen op kwamen treden en een aantal nummers zongen voor de burgemeester, waren er ook mogelijkheden om een persoonlijke boodschap te schrijven en die vast te maken aan een bloem. Ja, de bloem is eigenlijk voor iedereen een persoonlijke boodschap rondom het thema vrede. Dus iedereen kan het op zijn of manier invullen. Ik heb bijvoorbeeld toegevoegd, ik vind gerechtigheid, rechtvaardigheid en vrede wel bij vrijheid passen. En zo zal iedereen zijn eigen invulling hebben bij begrip veiligheid. Dus het zal een mooie collectie gaan worden, denk ik. Achter deze bijzondere herdenkingsbijeenkomst zat een duidelijke boodschap. Dat er uit iets heel vreselijks, want de oorlog is natuurlijk niet leuk. Het leidt tot moord en doodslag. Het leidt tot verwoesting van alles wat je mooi en dierbaar in het leven kunt vinden. Maar dat er ook wel iets goeds uit kan voorkomen.